Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. Het is tijd voor mijn eerste bier van Lager Lab van Brouwerij Noord. Een samenwerking die ze aangegaan zijn met Beerwolf. Deze video wordt ook mede mogelijk gemaakt door Beerwolf. Ik samen met Remy en Thomas hebben de 6 bieren mogen ontvangen van Beerwolf. Ik ga er daar 2 van reviewen. Thomas heeft volgens mij ook, we hebben een beetje afgesproken wie wat gaat reviewen. Volgens mij loop ik een beetje achter de feiten aan, maar ik ga beginnen met de eerste. En ik ga de nummer 1 reviewen, een enkel lager. ja, het is echt een heel leuk project. Ik zal even lezen wat er op het flesje staat. Lagerla is a series of 6 traditional classic top fermented beers turns into bottom fermented lager beers by experimenting with yeast, hops, malts and fermentation temperatures. We created some great lagers. Nou, deze zijn volgens mij niet meer te krijgen nu, maar waren wel vrij snel uitverkocht bij Beerwolf. Ja, dit is dus de enkel lager nummer 1. Nou, ik ga nog de Scotch Ale doen hiervan. Ingrediënten zijn de mouten zijn Caramout en Pilsmout. En de hops zijn Altau, Mittelfreu en Saas. De rest van de ingrediënten: water, gerstemout, suiker, hops en gist. Ongefilterd en niet gepasteuriseerd bier van de lage gisting. Ah, ik ben heel benieuwd. Hoor er goede geluiden over. Dus we gaan hem gewoon even openmaken en kijken wat hij doet. Ah, het is echt. Ik ben vandaag teruggekomen van vakantie. Het is mijn eerste review weer thuis. Heb op vakantie geprobeerd 1 review op te nemen, maar had eigenlijk niet zoveel zin in, dus die heb ik gewoon weggegooid. Niks gereviewd op vakantie. Had even gewoon geen zin om te gaan reviewen. En gewoon lekker bier gedronken op vakantie, dat wel. Dus dit is weer de eerste. Het is fucking heet buiten. En ik zit op zolder, dus het is hier ook niet cool. Dus we gaan hem snel inschenken. En dan kijken wat het bier doet. Zo. Nou, zoals je ziet is die echt crisp. Zo helder als ik weet niet wat. Weinig schuimkraag. Even proberen of wat te creëren. Kijk, wel een mooie witte schuimkraag, niet heel groot. Met wat koolzuur wat omhoog gaat. Het is niet super veel, maar echt een hele mooie licht. Ja, wat is het? Echt een beetje een pilskleur. Mooi goudgeel kleurtje. We gaan gewoon even naar de neus. Oké. Moutig. En echt wel fruitig ook. Echt hele fruitige toon in citrus. Een beetje grassig wat erin voorkomt. Ruikt echt heel lekker. Ja, niet je standaard lager eigenlijk wat ik ruik. Ruikt heel goed. We gaan nog gewoon even proeven. Proeven. Beerwolf. En Noord. Proost. Oh, dit is lekker zeg. Oep. Mooi fruitig ook, citrus. Komt ook goed terug in de smaak. En echt een beetje dat. Die mout, die proef je heel mooi.
Echt een beetje dat brood, koekjesachtig, echt biscuity heeft hij. En een heel mooi, heel klein bittertje op het eind. Echt heel mooi. Echt lekker. Drinkt echt super lekker weg. Zeker als het zo lekker warm is. Ah, heel mooi. Krijgt een 3,4 op Untappd. Brouwerij Noord krijgt ook een 3,4 op Untappd. Echt een hele leuke brouwerij. Drink er eigenlijk te weinig van. Maar ja, gaat de komende tijd dus wel verandering komen. Want we hebben 6 bieren van hun staan. Ik vind het echt, als dit een beetje het niveau gaat zijn van de rest van de bieren, ben ik wel enthousiast. Ik ga hem tussen de 3,5 en 3,75 en neig meer naar de 3,75 dan naar de 3,5. Dus check Untappd even als je de score echt wil weten. Laat onderaan de video even weten wat je van de serie vindt. Heb je de serie gehad? Wat vond je ervan? Heel benieuwd naar jullie reacties. Onderaan de video zal ik even een linkje plaatsen naar Beerwolf en de website van Brouwerij Noord. Kun je even kijken ja, wat er op Beerwolf zoal te vinden is. En er komt nog meer Beerwolf aan. Op dit kanaal. Een serie van 6 volgens mij ook smashbeer van Nederlandse brouwers. Single malt, single hop, IPA's. Niet alleen IPA's, maar ook volgens mij, ik zag ook een Vienna Lager voorbij komen. Die gaan we ook reviewen. Zijn ook al gereviewd volgens mij door. Ik weet niet of Thomas of Remy al er wat van heeft gereviewd. Zo niet, dan komt dat nog. Dus die komen ook nog. Dus die kan je volgens mij. Ik weet niet of dat al uitverkocht is, maar check het ook even. Dat kan je even kijken op de website. En dan link je natuurlijk naar de website van Brouwerij Noord. Dan kan je even kijken wat zij zo doen. Onderaan de video vind je ook linkjes naar mijn social media: Facebook, Instagram en Untappd. En een linkje naar de Dutch Beer Collective, waar je deze video gaat terugvinden samen met reviews van Biggie Holland en Thomas Hobart. En dit was hem eigenlijk weer voor deze review. Ik zou zeggen, proost. Tot de volgende keer. Cheers.